Yes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anthony en vandaag heb ik 5 mooie fitnessrecepten voor jullie. Een soort van voedingsvlog, maar ook weer niet helemaal, want deze keer gaat het echt om creativiteit. Want als ik een voedingsvlog maak, dan duid ik vaak op mijn dieet, gewoon wat ik eet. En vandaag ga ik me echt een beetje aanpassen door creatief te zijn, om mooie dingen met jullie te delen. Maar toch wel een beetje een lifestyle vlog, want voor een van de dingen moet ik sowieso een blender halen en we gaan natuurlijk boodschappen doen, dus het wordt een leuke video. Maar we beginnen even met mijn pool workout, want er moet natuurlijk wel even getraind worden. Let's go! Lekker simpels en ik heb nog niks gegeten. Het is al 2 uur, maar dat deed ik allemaal voor deze video. We beginnen met een bananen-ei-pannenkoek. Dat is een heel simpel recept. Voor de meeste mensen raad ik gewoon aan doen met 2 bananen en 2 eieren. Je zit gelijk vol. En voor elke ei wil je ongeveer een banaan gebruiken. Wij doen hem even met 1 ei en 1 banaan. Want daarna wil ik hem net nog even iets anders maken. Want door middel van whey toe te voegen en eventueel een beetje havermout, maak je hem gewoon wat voedingsrijker. En door de whey krijg je ook natuurlijk een andere smaak eraan. Want dit is chocolate brownie smaak van MyProtein. Link in de beschrijving, samen met mijn kortingscode Anthony. Voor een goede korting. Dus we gaan het eerst even maken met alleen dit en daarna met deze. En dan hebben we de eerste recepten gelijk behandeld. Zo, nu gaan we de ei en de banaan samenvoegen. En we willen de ei een beetje scramblen. En we willen de banaan helemaal prakken. En het liefst heb je voor dit een mixer. Ik heb dat helaas niet. Dus ik moet het op een hele irritante manier doen. Nou, de kokosolie even een beetje verminderen. Nou, je kan er van die mini pannenkoekjes van maken. Ik denk dat ik dat ook even ga proberen. Gewoon 2 verschillen. Laat ik Daan ook even proeven. Time to flip the first one. Nee! Ik heb hem wel een beetje gefixt. Kijk. Hoppakee. En... Hoppakee. We gaan ze eerst even proeven zonder dat we er iets op doen. Je hebt een beetje hier 3 opties. Nou, vast wel meer, maar ik bedoel, welke ik aanraad. Honing heeft natuurlijk wel wat suikers. Dit is een sugar-free syrup, maple syrup. Wat je ook kan doen is gewoon wat kaneelpoeder. Echt lekker. Tijd om te proeven. Blijft top. Dit heb jij nog nooit gegeten, hè? Nog nooit. Mmm. Ja, hè? Hij is echt top, man. Ja, zeker. Oh, die banaan, je proeft hem echt. Je proeft echt die banaan in. Gelijk, ik ga hem gelijk in. Snap ik, man. Beetje honing. Wauw. Ah, het heeft natuurlijk al suikers van de banaan, dus ga niet gek met honing of met jam. Top. Dit is nog steeds recept 1, want we gaan nu hem maken met wat weepoeder erbij. Ik denk ongeveer een halve scoop. Hoppakee. Oeh, het had niet langer moeten liggen. Nou, we gaan het proeven hoor. Zeker nog steeds lekker. Je proeft ook nog die banaan. Maar ik vond hem wel lekkerder zonder wheypoeder. Maar dat heeft of met de smaak te maken. Want banaansmaak zou gewoon ideaal zijn om echt, echt, echt een sterke banaansmaak te krijgen. En nu is de voedingswaarde wel natuurlijk beter. We hebben er meer eiwit in. Toch iets van 10, 12 gram eiwitten meer. Goed recept. Probeer hem eens uit. En laat ook weten wat je ervan vindt in de comments. Mm. Net was hij lekkerder, hè? Ja. Yes, jongens. Voor het volgende recept heb ik een blender nodig. En mijne is stuk. Dus ik moet gelijk even een nieuwe halen. Shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. 2 jaar garantie. Hij volgt me de hele dag. Werkt ze nog? Nice. Oh, wow. Alright.
heb maar liefst 3 Blender Shake recepten voor jullie, waarvan ik er 2 tel, want 2 zijn fitnessgericht. En deze video is fitnessgericht. Maar eentje is gewoon zo lekker, waar we achter zijn gekomen, dat we hem toch willen delen. En hij is ook gewoon heel simpel. We beginnen gezond, dan ongezond en dan weer gezond. I'm just gonna shake, 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 shake. Recept 1 is de Heart Gainer Shake of de Weight Gainer Shake. Deze kunnen jullie misschien al kennen. Hij is gewoon ideaal. Veel calorieën en makkelijk. En dat is top. Als eerst doen we volle melk. Laten we exact even voor de macro's op 300 ml doen. Ja, dan gaan we de banaan toevoegen. Dan eigenlijk wel gewoon het belangrijkste. De smaak van vandaag is Creamy Chocolate Flavor Easter Edition. Nooit geprobeerd. Hij ruikt best wel sterk qua chocoladesmaak. Dus ik doe gewoon een nette 1 scoop. Oats. En dit geeft het natuurlijk veel carbs. Maakt hem ook wat dikker. We doen wel 75 gram. Dit is gewoon voor smaakvoorkeur wel goed. En als laatste voegen we ook nog een scoop pindakaas toe. En deze is wat erg lekker hoor. Daar komt het moment jongens. Ziet er goed uit hoor. Top weer hoor. Yes, volgende recept. Gaan we weer beginnen met dezelfde basis. De volle melk. En dit is dus het niet gezonde recept. Die je eigenlijk niet thuis moet nadoen. Jawel hoor. Op een cheat dag is dit wel echt geweldig. Want wat we gaan maken is een Oreo milkshake. Ja hoor. Vanille schepijs. Nou, misschien heb je hier ook een live variant van. Dat is 1. Ik doe iets meer. Ik doe iets meer. Niet al te gek. Ja, ongeveer 2 goede scoops doen we. 5. En dan gaan we weer blenden hoor. Nou, dan komt weer het genietmoment. Ik heb al dus echt heel lang geen blender meer. Dus ik heb hem ook al heel lang niet meer gemaakt. Te lekker. Ik had alleen misschien iets minder melk hoeven te doen. En gewoon met iets meer ijs misschien. Is natuurlijk nog ongezonder. Maar dan is hij nog wat voller. Maar hij is echt lekker. Als eerst diepvries spinazie. Diepvries aardbei. Halfvolle kwark. Glas water. En wheypoeder aardbeismaak. Nu de verdeling. Als eerst beginnen we gewoon met wat water. Liever te weinig dan te veel. Want we willen ook hier weer een beetje een dikkere structuur. Dan komt ook nog het andere vloeibare halfvolle kwark. Omdat we hem samen nemen, nemen we ook gewoon even alles. Je zou ook magere kwark kunnen gebruiken. Volle kwark voor de gainers. Maar halfvolle kwark zit er gewoon net een beetje fijner tussenin. En het is gewoon net wat lekkerder dan magere kwark. Next. Yes, de diepvries aardbeien. Hop. Dit maakt hem natuurlijk best wel gezond jongens. En gewoon goed op smaak. Je zou ook nog wat blauwe bessen kunnen toevoegen. Maar ik merk wel, dan wordt de shake iets minder lekker. Hier hebben we spinazie deelblokjes. Hier wil je ook niet te veel van indoen. 1 à 2. Zo, en dan komt het laatste. Nee. Zo lekker altijd deze. Echt top. Als je deze wilt proberen, ik zal zeker een aardbeismaak van Whey in huis halen. Echt lekker. Snel gemaakt, vult goed en er zitten groentes in. En meteen een beetje hier fruit. Yes. We beginnen bij stap 1. Eiwitpoeder. Hier willen we een beetje tussen de 50 en 60 gram zitten. 1 schepje is 25 gram. Dus dit is 50 gram. Volgend ding. Met deze koekjes deeg. Yes. Volgende basis bakmeel. Hiervan pakken we 60 gram. Dus we willen naar de 100 samen met koekjes deeg. Volgend dingetje. Er staat zoetstof. Maar dat heb ik niet. Dus ik gebruik deze suiker met vanille smaak. Dat maakt het natuurlijk iets ongezonder. En nu mist er helaas iets en dat was bakpoeder. Ik kon dat niet vinden bij de Jumbo, dus we gaan het proberen zonder dat te doen. Dit was zeg maar ronde 1. Er komen nog 2 rondes waar je dingen moet toevoegen. Nu moet ik het even mixen. Zet hem er weer op. Next up, magere kwark jongens. Daar is hij weer hoor. De sugar free maple syrup. 60 gram maar liefst. En nog een liquid, 2 hele eieren. Ja
hoor. En dan gaan we. Oh, mixen. Maar ik denk dat ik hem wel goed gemixt heb hoor. Dat ging best wel snel. Zo, ik moet hem 15 minuten in de koelkast leggen. En dus dat ga ik doen. Inmiddels zijn ze al 10 minuten aan het koelen en het moet 15 minuten koelen. En het is tijd om de oven op 180 graden te zetten. En daar moeten ze uiteindelijk 6 minuten in. Ja hoor, we zijn 20 minuten verder. Ah, kijk eens. Ziet er nog hetzelfde uit. We gaan nog maar één ding toevoegen en dat is dit. Ja hoor, 30 gram chocolate chips. Hoppakee. Mix it up. En dan gaan we jongens. Wat ik ben vergeten is bakpapier. Dus dit gaat een lekkere schoonmaakklus worden. Exact 6 minuten dus. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Toen ik dit recept zag, zag ik wel dat hij echt een stuk drogere structuur had. Dus Zo, ik moet hem hier even pauzeren, want ik was niet helemaal tevreden over het eindresultaat. En ik zag dit voorbij komen op YouTube. Het zag er zo goed uit. Ik dacht, ik moet dit proberen en ik wou het met jullie delen. Maar ja, bij mij is het gewoon een vloeibare massa geworden. Het zag er echt niet uit zoals bij deze guy op YouTube. Dus helaas moet ik jullie een beetje teleurstellen met mijn eindresultaat. 6 minuten. Hoe ziet het eruit? Nou, we geloven het er maar op, hè. Ik zet hem gelijk in de koelkast. Yes, de koekjes zitten in de koelkast. En nu moet ik ongeveer een half uur wachten. Dan zijn ze afgekoeld en dan kan ik ze eindelijk proeven. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik ben heel erg excited. Ziet er echt niet goed uit, gewoon deze. Holy shit, hoor. Ja, ik had geen bakpoeder. En verder, ik heb natuurlijk ook... in chocolade eiwitpoeder gebruikt, dus daarom is hij niet licht van kleur. Maar de smaak kan nog wel goed zijn. Niet zo. Dit irriteert me echt een beetje. Ik zeg je eerlijk, ik heb er best wel veel energie in gedaan in deze. Anders is het niks geworden. Die chocolade ding is wel heel lekker in. Ja. Laatste recept en dat zijn toch die pizza wraps die laatst ook in de Fit Girl Diet video tevoorschijn kwamen. Alleen er kwamen zoveel vragen, want ik maakte ze vaker op mijn Insta-story. En eigenlijk in die video hadden we niet heel goed in depth over de oven gepraat. Ja, nu geef ik er ook nog een eigen twist aan en hoe ik ze makkelijk maak. Ik ben er beter in geworden, dus ik wou ze toch nog graag even één keer delen, want echt... Ze zijn top. Ze zijn echt top. Voordat ik aan de slag ga, doe ik gelijk al de oven aan. Want die mag dus op 200 graden. En dan mag je ongeveer 12 minuten erin. Dit kan een beetje variëren. Het gaat ook om wat gebruik je, zeg maar. Maar ik merk wel, de wraps worden heel knapperig na 12 minuten. Ja, dan breekt die een beetje. En dat is gewoon niet ideaal. Maar je merkt wel dat aubergine of courgette een beetje langer nodig zou kunnen hebben. En als je het met vlees maakt, dan moet je eventueel je vlees apart bakken, want dat gaat dan ook niet helemaal. Je wil niet ziek worden door dit. Dus ik maak ze vaak zonder vlees. En anders zit ik toch weer met mijn pannetje. En door de kaas die ik heb gehaald, heb je toch nog best wel veel eiwitten. De 10 ingrediënten voor deze pizza wrap ga ik laten zien. Alleen ik deel het een beetje op in 6 en 4. Want je 6 dingen zijn een beetje je basis. En 4 dingen zijn je beleg. De wraps. Hier hebben we de 30 plus mild kaas. Dat heeft een betere voedingswaarde. 17 gram vetten en 29,3 gram eiwitten. Je pasta saus. Olijfolie optioneel, Italiaanse kruiden optioneel en pesto optioneel. Hebben we hier courgette, hebben we hier een rode ui, tomaten en een paprika mix. Voor alles wat ik net liet zien, behalve de pesto, Italiaanse kruiden en de olijfolie, was ik 8 euro kwijt. En dan heb je dus gewoon 8 wraps, best wel veel kaas. Check altijd onderin voor de goedkoopste producten, want deze was bijvoorbeeld ook maar 1 euro. En je hebt zo pasta saus van dubbel het geld. 2 wraps voor mij en voor Daan. Als eerst doe ik meestal de olijfolie om hem nog even wat crispier te maken. Dan gaan we naar de pasta saus. Uit dat je niet te veel doet. Ik doe het meestal gewoon een beetje in het midden. Dan doe ik meestal eerst een beetje de Italiaanse kruiden. Ook hier weer pesto optioneel, maar het is wel lekker. Hoppa. Nu komt de kaas. 250 gram hebben we hier. Nou, ik denk niet dat we alles erop gaan gooien. Nou, ik ben gewoon erg fan van kaas. En dit is natuurlijk ook een beetje onze eiwitbron van deze maaltijd. Kijk eens even. Groentesnijden.
Zo. Tot over 12 minuten. Meestal doe ik het zo. Pak hem bij het topje. Oh, en dan schuif ik hem er zo in. Maar dit is echt top. En inderdaad, als je hem dus net niet te... Dan gaat hij niet te erg breken en kreukelen, zeg maar. Echt, hè? Dan is het al zo vol van alle dingen die we vandaag hebben gemaakt. Dat we nu maar eentje nemen. Maar normaal 2 tot 4. Tot 6. Geef ik echt een 9 à 10 en ik weet nu echt hoe ik ze perfect maak, want te vol wil je ze ook weer niet hebben. Heb ik nog weer goed gemaakt? Ja, je hebt hem toch gemaakt. Hopelijk vind je een van deze 5 recepten nice. Als je de video leuk vond, like de video dan even. Abonneer ook even om op de hoogte te zijn van al mijn nieuwste video's. Onze Instagram zie je nu in beeld. Dat was hem. Zie je bij de volgende video. Wow.